sta op het punt mijn eerste keer naar Graspop te gaan. Het is allemaal een beetje schrikwekkend wel, want ik ken absoluut niks van metal. Dus ik ga eerst voor een kleine mental prep langs bij de Graspop Queen en die woont hier. Hallo. Dag Sophie. Dag Jaleen. Hoi, mag ik binnenkomen? Ja. Zeker. Hoi. Sophie, ik heb je daarnet geïntroduceerd als de Graspop Queen. Yes. Want jij gaat echt altijd normaal, hè? Altijd, al heel mijn leven. Nee, sinds 2006 ga ik al zeker ononderbroken. Dus het pikt wel dat ik er voor het eerst sinds 2006 niet bij ben. Ja. Maar ja, binnen 4 weken gaat er hier iets... Dat is niet zo handig dan, hè? Nee. Is er iets dat ik echt moet gedaan hebben op Graspop? Goh. Je moet eens in de moshpit gaan. Hè. Je moet eens voelen wat dat is om tussen allemaal blote mannenlijven te staan. Die elkaar dan duwen en pijn doen. En... Het is niet dat ze zo zachtaardiger zijn voor de vrouwen of zo. Of zitten er gewoon nooit vrouwen in de moshpit? Niet zo heel veel vrouwen in. Ik ben er ooit eens in verzeild geraakt. En ik ben toen wel per ongeluk gevallen. En ik raakte niet op tijd terecht en dan iemand op mijn hand getrapt. En ik had een GoPro vast. En echt bloed overal. Maar weet je, dat hoort erbij. Ik heb erbij. Er al zin in. Dat hoort erbij. Maar ze helpen u wel. In heel die scene is dat altijd, als ze zien van, oh, dit is niet oké, hup, ze trekken u recht. Oké, ik ben er geraakt. Ik sta op Graspop. 1 vooroordeel klopt alvast. Ik zie hier een zee van zwart. En daar ga ik nu een duikje nemen. Zijn jullie echte metalvrouwen? Jullie zijn de eerste echte metalheads die ik hier vind met zo'n mooi lang haar. Dus ik ga ervan uit dat jullie keigoed kunnen headbangen. Willen jullie me dat leren, alstublieft? Wij gaan ons best doen. Ja? Ja, geen probleem. Okay. Je hebt 2 stijlen. De gewone stijl. Wat, wat is dat? De wat stijl? Gewoon met. Gewoon de standaard met. Standaard stijl, oké. Okay. En dan heb je. Ja, ik weet niet welke naam het heeft, maar. Hè, laten we gaan. Ja, dat hebben we ook. Oké, okay. En dus we beginnen met het makkelijkste. 3, 2, 1. Ja. Hoeveel zou ik u moeten betalen om uw haar te laten knippen? Zou je dat ooit doen? Nooit. Nooit? Nooit. 1 miljoen euro? Nooit. Nee? Nee. Ik spaar al 10 jaar aan mijn haar, dus nooit. En verzorgt je het met conditioner, maskertje? Ja. Ja. En af en toe wel laten knippen toch voor de puntjes? Ja, de puntjes, ja. En wat is er zo mooi aan metal? Ik zeg altijd, het is een hele lompe, harde muziek voor hele lieve mensen. Ja? En die combinatie vind ik fantastisch. Wat zijn volgens jou de vooroordelen over metal die niet kloppen? Dat mijn gemeenten zijn. Dat me geweldig zijn. Gewelddadig. Ja, geweldig. Je weet wel dat me agressief zijn. Maar eigenlijk zijn we allemaal vrije braaf. Waarom zijn hier zo weinig vrouwen? Wel, wij gaan volgend jaar gaan wij een tent oprichten enkel voor de vrouwen. Oké. En welke muziek gaat er dan gespeeld worden? Ed Sheeran, Magda, met een beetje rockgehalte. Ik ga straks proberen in de moshpit te gaan. Hoe overleef ik dat? Ga er echt in of zo aan de zijkant gaan staan? Want... Ja, Sophie Engelen heeft me uitgedaagd om erin te gaan. Ik zou gewoon blijven bewegen. Blijven bewegen is te gooien. En uw armen en uw ellebogen zo hier wat houden. In hoofd. Je armen en je ellebogen een beetje hier. Moet mensen slagen met hun handen? Ja, dus je moet dat een beetje proberen af te... Of zelf slagen, dat gaat ook. Ik zag er met iets langs aan jagen, maar ik heb een light versie gedaan. Ben ik dan nu een echte?